Goeiedag iedereen, vandaag zijn we in Bever. En jullie denken misschien aan, en wat is daar zoal te zien? Waar haalt Toerist 2290 toch altijd die ideeën om naar eender welk boerengat in België te rijden waar iets speciaal is te zien? Veel opzoekwerk zal ik zeggen. Maar vandaag gaan wij dus het verhaal vertellen van Bever, een gemeente in Vlaams-Brabant, het uiterste puntje van het Mayotteland, vlak tegen de Waalse grens. Eigenlijk heel moeilijk te bereiken, maar toch wel iets speciaals blijkbaar. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. En het valt al meteen op, het staat hier in het Frans op, want Bever is een faciliteitengemeente. Wat dat juist is, dat heb ik al in andere video's uitgelegd. Maar meestal is dat zo, van die gemeenten met weinig inwoners vlakbij de taalgrens zijn bijna altijd faciliteitengemeentes. Ook hier, Bever heeft slechts 2000 inwoners. Normaal gezien moest dat al lang gefuseerd zijn met Verne. Maar in dit geval gebeurt dat dus niet, omdat het een faciliteitengemeente is. Maar dat is eigenlijk niet eens het speciaalste aan Bever. Het is dus zo speciaal dat hier geen straatnamen zijn. Eigenlijk werkt Bever niet met straatnamen, maar met wijknamen. Dus in een wijk, bijvoorbeeld hier is Plaats, het centrum wordt Plaats genoemd, heten alle straten ook Plaats. En dat wordt dan zo wel genummerd. Maar dat zorgt soms voor problemen bij GPS en postleveringen. Je hebt hier dus plaatsnamen zoals Puit, Broek en Burgt, maar geen of nauwelijks straatnamen zoals bijvoorbeeld de Kerkstraat. Een klassieker die we normaal in elk dorp zien. Maar waarom doen ze in Bever nu toch zo raar? Uw dorp naar een knaagdier vernoemen is toch al gek genoeg, zou je denken. Maar het is dus wel speciaal eigenlijk. Het heeft alles te maken eigenlijk met de bezetter. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zou de burgemeester deze plaatsnamen bedacht hebben om het de bezetter ingewikkeld en moeilijk te maken. En dat gebruik zou dan traditioneel gebleven zijn doorheen de jaren. Het klopt enigszins wel, want voor de oorlog waren hier veel meer straatnamen eigenlijk. Hè. Er zijn overigens wel een paar straatnamen in gebruik, maar het is dus de minderheid, wat we weinig terugvinden in België uiteraard.
klein dorp of niet, ze bezitten wel hun eigen warme William. Dus het is toch wel zeker de moeite om eens door Bever te rijden. Maar u bent hier snel uitgekeken, ik zal het zo zeggen. Goed dan, ik ga hier mijn problemen aan die blauwe beer vertellen. En ik zie jullie graag terug in een volgende aflevering. Vergeet niet te abonneren, te liken en natuurlijk te reageren. Tot dan. Au revoir. Ik wil het meer een keer. Ik zal eens iets vertellen.